Iemand uh, maakte mij er attent op dat in mijn serie video's over Bijbels Gebreus, um, en dan bedoel ik die serie over het boek van Jagersma, dit boek, Bijbels Gebreus Basiscursus, dat daar um, een bespreking van Genesis 1, vers 1 ontbreekt. En ik weet ook wel hoe dat komt, want in de tijd dat ik begon met die Jagersma-video's, was ik ook. Um, Mondeling aan het onderwijzen in Bijbelsgebruik. En later werden dat alleen maar die video's. Dus Genesis 1, vers 1: ja, dat, dat moet dus eigenlijk nog bij deze. Genesis 1, vers 1: dit is de site van Safaria. Safaria, moet ik zeggen, betekent een bibliotheek. Het is een geweldig mooie verzameling van rabbijse literatuur en uiteraard staat er ook. Het oude testament daarin, de nacht staat erin. Hier links de vertaling van de JPS, de Jewish Publication Society. En uh, hier de vertaling dan en aan de rechterkant de tekst. We gaan lezen, <coughs> Genesis 1 vers 1. Be-reshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha -aretz. Be-reshit Bar Elohim et Hashemayim werd Haarets. B' betekent in of door of met. Hij heeft vele betekenissen. Voorzetsel B'. Be. Nou, Reshit, dat is eigenlijk naar zijn vorm een zogenaamde status constructus. Dat wil zeggen, het is verbonden met een daaropvolgend zelfstandig naamwoord. Hier, echter, kunnen we twee kanten, moeten we twee kanten op. De focalisatie van de maschoreten, ba-ra, maakt van deze beter en alef een eh, derde persoon, mannelijk enkelvoud eh, suffix-configuratie, oftewel verleden tijd. Hij heeft geschapen, ligt dan ook voor de hand als vertaling. Dan krijgen we een probleem met reshit, want reshit is dus, naar zijn vorm, status constructus. Begin van. In het begin van, van wat dan? In het begin van het scheppen zou betekenen dat we dit bara anders vocaliseren dan de Masorette. Dat we ervan maken, bereshit, bero. Bero zou zijn de infinitief van bara scheppen. En dan zou er staan in het begin van het scheppen. En dat kan weer worden omgezet in deze zin. Toen God de schepping begon, de schepping van hemel en aarde begon. En dan ietsje uitgebreider, om het Engels aangenamer te maken. When God began to create heaven and earth. Dus dan is dit een opschrift. In het begin van het scheppen van God, namelijk van de hemel en de aarde. Hashemayim, een dualisvorm, vorm, dus een meervoudsvorm dat een aantal van twee aanduidt. Maar dat noemen we dan een valse dualis, want de betekenis is enkelvoudig. En het woord gaat dus ook met een enkelvoudig uh, werkwoord. De et haaretz, Het is de nota objecti, geeft aan dat het leidend voorwerp is. Elohim, natuurlijk de godsnaam. Dit tekentje hieronder is de atnach, een komma. Dus daar zouden we op twee manieren kunnen lezen: ofwel, we negeren de grammaticale vorm en zeggen in het begin van. Maar dat hier in absolute zin genomen, in welk begin van dan ook had God geschapen of eh, in elk begin van is God bezig geweest met scheppen, begon hij te scheppen of in den beginnen. We maken er gewoon van dat dit toch zelfstandig iets als begin aanduidt. Merk op dat in den beginnen met het lidwoord in het Nederlands er ook niet staat. B-Reshit is in een begin en niet in het begin. Dat zou zijn B-Reshit met een kamats en een kamats in plaats van een patag, omdat de reish geen dagish, geen verdubbeling kan krijgen. B-Reshit bara, nou ja, ofwel deze vorm opschrift toen God begon te scheppen de hemel en de aarde. En dan komt een tweede, zogenaamde omstandigheidszin. Dus als dit het opschrift is, is dit een omstandigheidszin. Omstandigheidszinnen lichten ons in over de omstandigheden, de toestand, de situatie waarin een handeling plaatsvindt. En zo'n zin begint over het algemeen met we plus een zelfstandig naamwoord. En dat is hier het geval. We ha'arets ha'eta tohu vohu. We go shech alpene tehon. We ruach, Elohim, rachefet Alpne, Hamayim. We haarets en de aarde. Erets betekent land, aarde, wereld en de aarde, Hayata, vrouwelijke vorm, want aretz is vrouwelijk. Vrouwelijke vorm van haya werd of was, en aangezien het een omstandigheidszin is, vertaalt het Engels hier being unformed. En de aarde ongevormd zijnde en leeg, tohu is ongevormd, formeloos, wohu is leeg. Hier hoeven we niet per se te benadrukken dat er iets gebeurde, omdat de nadruk op het gebeuren zou inhouden dat het aan het begin van de zin komt te staan. Dan is het immers geen omstandigheidszin, maar een vorm. Dan wordt een handeling in de voortgang van een verhaal uitgedrukt. Maar er staat niet Wahaitaha Ares, er staat Wa Ares Dus de aarde nu, die ongevormd en leeg was, terwijl ook de duisternis, de Goshech, Alpeneteon, op, op het aangezicht letterlijk van de watervloed, aanwezig was, terwijl de wind, de adem van God, euh, ja, zweefde, zeggen we dan, of euh, broede, of blies over het oppervlak van de wateren. Allemaal dus onderdeel van die omstandigheid. En dan komt de handeling. Wa jomer, erohim, jehi, or, wa jehi, or. Als de handeling wordt uitgedrukt, dan beginnen we met een werkwoordsvorm en die staat hier ook bij jomer en hij sprak, namelijk God, Jehior en Jussif laat er zijn, Jehior, laat er licht zijn. En het resultaat, Vajehior, zodat er licht werd, er licht kwam. Laat licht gebeuren, laat licht worden. Dat is Genesis 1, vers 1 tot en met 3. Die moet je in samenhang lezen. Want de eerste handeling is het spreken van God. En de rest hiervan is, denk ik, een omstandigheidszin. Wanneer we vertalen in de beginne schiep God hemel en aarde, dan suggereert dat dat hier eigenlijk zou moeten staan: Wajivra. Elohim, Berechit. Nou ja, Barishona, beter in het begin. Maar het begint niet met een werkwoordsvorm. En dat betekent dat we dit op een andere wijze moeten vertalen dan we gewend zijn in de Megine Schiep God. Dat is geen goede vertaling. Daarin wordt het Hebreeuwse talen eigenlijk niet ten volle uitgedrukt. Maar we blijven met het probleem zitten dat het best wel eens zo kan zijn dat de Maschoreten terecht hebben gekozen voor die vorm Bara. Hij heeft geschapen. En dan zou die status constructus een suggestie geven dat hierachter kan worden ingevuld wat je maar wil. Vanwege het begin van. Rashi geeft een aantal mogelijkheden, de Joodse middeleeuwse commentator. En die zegt dan, nou, we willen van Israël bijvoorbeeld. Want Israël wordt genoemd de Reshit Tevuato. Oftewel, het begin van zijn oogst. Of Reshit Chogma. Of, nou zo zijn er een aantal mogelijkheden die hij noemt. En dan zou recit dus een wonderbare toespeling zijn op de verschillende vormen van begin en beginsel waarmee God als ware rekening hield of wat hij op het oog had bij zijn scheppingswerk. En dat wordt ons dan hier in dat opschrift gemeld. Vanwege het begin van Israël en zijn omgang met de mens heeft God geschapen de hemel en de aarde als de context van zijn handelen. En in eerste instantie moeten we begrijpen dat deze aarde niets anders was dan vormeloos en leeg, en dat er duisternis was op het oppervlakte van de afgrond. De tehom is de diepte, en dat er een wind van God uitging die over de wateren heen ging. Er waren dus wateren, er was een diepte, er was een grote zee. Vormeloos en leeg. Er was nog niets aanwezig dat een vorm had. Zoals water ook inderdaad geen vorm heeft. En dan begint Gods eigenlijke scheppingswerk met deze eerste uitspraak. En God zeide: laat er licht zijn. Licht is het eerste wat komt om de duisternis te verdrijven. De eerste twee versen schetsen dus een situatie waarin God weliswaar al actief is, namelijk. bezig om de wateren van de diepte te bedwingen. Met zijn wind, met zijn geest. Maar waarin het eigenlijke scheppingswerk begint in vers 3. Als God gaat spreken om deze chaos nu om te vormen tot een zinvolle schepping. waarin de mens kan worden geplaatst. Goed, dat is dan mijn aanvulling op de lijst van video's over het Bijbels Hebraeus. Dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.